De coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, Jerry Sleengaard, heeft gisteren zijn excuses aan de gemeenschap aangeboden voor de fouten die tot nu toe zijn gemaakt met betrekking tot het repatriëren van Surinamers uit het buitenland. Hij geeft toe dat de eerste week van de strijd tegen het coronavirus niet vlekkeloos gegaan is. Vooral bij de quarantaine van ingezetenen die uit het buitenland zijn teruggehaald. Enkele van de klachten van deze groep zijn slechte behandeling van de hulpverleners, ontbreken van hygiëneattributen en geen tot weinig voedsel. Sleengaard bood publiekelijk zijn verontschuldigingen aan voor alles wat in de uitvoering van de werkzaamheden eventueel fout is gegaan. Nou, kijk, vanaf het begin, we hebben als overheid, en daarvoor heb ik de verontschuldigingen aangeboden. Kijk, we hebben mensen in quarantaineplaatsen gezet. En er was, ik hoef u niet te vertellen, er is een bombardement aan dingen gekomen op Facebook. Van hoe slecht, et cetera, we onze eigen mensen behandelen, et cetera. Dus, gaandeweg was het reeds de bedoeling om mensen onder gecontroleerde omstandigheden ergens onder te brengen en dan gaan kijken naar de mogelijkheden om ze elders te willen brengen. En ik kan zeker zeggen, kijk, iedereen wil in thuisquarantaine. Iedereen wil vrije quarantaine of noem het maar op. Maar het woord quarantaine alleen betekent reeds dat je in principe niet de vrijheid gaat hebben om zelf te gaan, zelf je te kunnen verplaatsen naar believen. Dus de situatie is geweest dat er stringentere regels zijn gemaakt over hoe kunnen wij controleren dat de mensen thuis hun quarantaine doorbrengen of in quarantaine worden geplaatst. Nou, en toen voldaan was aan de stringente regels en de controleregels die zijn opgesteld door de deskundigen en de controles die hebben plaatsgevonden, was er geen bezwaar meer, zeker niet tijdens het medisch team, om deze mensen dus in thuisquarantaine te plaatsen. Sleengaard benadrukt ook dat de overheid niet gezwicht heeft voor de klachten en daarom besloot om de mensen die in overheidsquarantaine waren geplaatst over te brengen naar thuisquarantaine. Volgens hem is er een goede screening geweest door medici voordat de mensen zijn overgeplaatst naar thuisquarantaine. Het is dus niet omdat men heeft gezegd van ik heb geen eten gehad, dat we daarom hebben gezegd we gaan de mensen in quarantaine zetten. Dat is dus niet het motief geweest. Het motief is duidelijk geweest. Er zijn voorwaarden gesteld. De voorwaarden die zijn omschreven, ze zijn gedeeld met de mensen. Op basis van de voorwaarden zijn er controles gehouden bij de mensen thuis. En toen alles op een rij gezet dus positief was, dat het voldeed aan alle vereisten, heeft het medisch team beslist dat de mensen dus die in thuisquarantaine zijn geplaatst, daar hun quarantaine zouden mogen doorbrengen. Dus het motief is niet geweest omdat er geen brood is geweest. Coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, Jerry Sleengaard, gisteren tijdens de COVID-19 persconferentie op het kabinet van de president.